Gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Dit is Budget Challenge dag nummer 9. Ik heb een minder hectische ochtend achter de rug dan gisteren, dus dat is heel erg fijn. Ik heb vanmorgen een gezellige Zoom meeting gehad met niemand minder dan Brechtje. Nou, jullie kennen Brechtje niet, maar Brechtje is echt een ontzettend leuk mens. Ze helpt mij om een beetje structuur aan te brengen in mijn chaotische hoofd. Waardoor dat ik mijn bedrijf Eliza Joe gewoon wat beter zeg maar, kan organiseren, om het zo maar te zeggen. Brechtje, die heeft ook een eigen blog. En heb je zelf een airfryer, dan moet je zeker eventjes op haar blog kijken. Want ze deelt heel veel airfryer recepten. Dus dat is wel een leuke tip. Mocht je een airfryer hebben, check dan zeker eventjes de blog van Brechtje. Nou, vanmorgen hebben we dus onder andere gehad, Brechtje en ik, over Eliza Joe, mijn bedrijf. Waarin dat dus sinds 2 weken nu ongeveer een e-book te koop is van de pakjesavond speurtocht voor Sinterklaas. Ja, ik ga een beetje ongegeneerd reclame maken voor mezelf. Dat mag als je een eigen YouTube kanaal hebt. Maar de pakjesavond speurtocht is dus net iets anders dan gewoon pakjesavond vieren. Je kunt het met alle kinderen van elke leeftijd doen, vanaf een jaar of 4 ongeveer, tot aan de volwassenen aan toe. Er zitten verschillende spelletjes en puzzels in die je kunt uitknippen. En de bedoeling is dat je dan de pakjes op pakjesavond door je huis gaat verstoppen op 5 verschillende locaties. En die puzzels die leiden dus steeds weer naar die locaties toe. Wat er eigenlijk ook wel een beetje voor moet zorgen, dat je de snelheid uit het uitpakken haalt. Want ik hoorde vaker om mij heen van verschillende moeders dat hun kinderen als een stel Tasmanian Devils door die stapel met cadeautjes heen ging. En uiteindelijk niet eens gezien hadden wat ze nu eigenlijk gekregen hadden. Dus ik dacht, dat moet anders kunnen. En hier thuis heb ik dat vorig jaar heb ik dat eigenlijk voor het eerst gedaan, de pakjesavond speurtocht. En alle kinderen vonden dat heel erg leuk, omdat ik juist ook ervoor gezorgd heb dat het voor Damien, die toen 14 jaar was, nu inmiddels 15, dat het voor Damien ook nog gewoon heel erg leuk was. Dus toen dacht ik afgelopen jaar, misschien kan ik daar iets meer mee doen. Misschien kan ik daar een e-book van maken. En dat heb ik dus nu gedaan. Met de kortingscode LAURA20 krijg jij 20% korting als je dat e-book aanschaft, waardoor dat je maar 8 euro betaalt. Einde van dit reclameberichtje. Maar goed, we gaan dus koken. We gaan nog eigenlijk helemaal niet koken. Ik ga de lunch voorbereiden. Ik heb eventjes wat boodschapjes gedaan, want het fruit was op. Het was een totaalbedrag van 4,93 euro. Ik heb appels gehaald, peren gehaald. En zoals dat dan gaat als je wel eens in de supermarkt loopt. Ik had het al verteld in de eerste video. Ik hou wel van een beetje redelijk luxe lunch. De worstenbroodjes die waren in de aanbieding. 1-in-1 gratis. Dus ik dacht, dat is misschien wel heel erg lekker voor de lunch. Want het is best wel koud buiten op dit moment. Dus dan iets warms, dat gaat er altijd wel in. En wat ik vandaag ga koken, ik wilde eigenlijk de lasagne gaan maken. En je had gisteren al in de video gezien dat er was een tomaat die was opengesprongen. Dus allemaal dat sap, dat lag een beetje door dat bakje heen. Dus het zag er niet zo heel smakelijk uit. Maar ik heb dus alle groenten heb ik eruit gehaald en die had ik op een bordje gelegd. Maar toen waren dus de appels vanochtend op. Kon Delen niks meenemen naar school. Lennon had wel zijn appeltje bij zich. Damien had nog wat rode besjes meegenomen. En Delen had dus niks. Maar die heeft dus de paprika die in het to-go pakket of in het vers pakket zat van het lasagne meegenomen. Dus ik mis nu een paprika en ik mis nu een wortel en ik mis nu 2 tomaten. Maar dan mag de pret niet drukken. Want toen dacht ik, ik neem gewoon zo'n zakje van die roerbakgroenten. En ik ga die roerbakgroenten, die ga ik gebruiken voor de lasagne. Maar dat is nog niet alles. Want ik moet ook iets anders maken. Want Landon, die is niet zo van het Italiaanse eten. Hij vindt macaroni niet lekker, spaghetti niet lekker, lasagne niet lekker. Dus dat eet hij allemaal niet. Dus dan is het maar goed dat ik dus ook nog andere mogelijkheden heb. Dus ik ga daar straks nog even over nadenken. De lasagne die ga ik in elk geval straks ook al klaarmaken. En ik ga dus nog een tweede gerecht maken. Maar dat zie je straks.
zo ging het weer niet helemaal zoals gepland vanmiddag. Maar ja, dat is eigenlijk wel, volgens mij wel redelijk standaard inmiddels bij ons in huis. Ik was dus van plan om vanmiddag nog iets van een stampotje te gaan maken. Of een aardappelschotel te gaan maken. Of iets dergelijks naast de lasagne. Omdat Lennon de lasagne niet lekker vond. Maar het was fijn weer en een vriendje van Lennon die kwam en ze vroeg of we mee gingen naar de speeltuin. Dus we zijn uiteindelijk in de speeltuin beland. We hebben wel nog trouwens die carrot cake gegeten met dat smeerseltje erop. Het was echt heel erg lekker. Ik vond hem wat droog zonder dat smeerseltje erop, maar met het smeerseltje erop was het echt super lekker. En Damien die vond dat ook. Die zei, oh, dit heb je echt wel goed gemaakt. Dus wel vrij machtig. Dus ik zou er maar kleine puntjes van snijden als ik jou was. Maar ik zou je zeker aanraden om die carrot cake een keer te maken. Receptje, verlinkje naar het recept vind je in de beschrijving hier beneden. Terug naar de lasagne. Ik was dus van plan om nog iets daarna erbij te maken van aardappelen, van een stampotje of een aardappelschotel. Maar ik ben dus in de speeltuin geweest met Lennon. En ik ben nog Too Good To Go gaan halen, want bij de bakker kwamen twee pakketten online en het was eigenlijk regelrecht ophalen. Dus ik heb die lasagne in de oven geschoven en ik heb besloten om een bakje Hutspot uit de vriezer te halen. Dat had ik vorige week gemaakt, had ik in de vriezer gedaan. En dat heeft Lennon nu samen met Dylan opgegeten. En Dave, Damien en ik hebben de lasagne opgegeten. Dus we gaan morgen, nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen we maar zeggen. Maar ik heb dus twee Too Good To Go pakketten opgehaald bij de bakker. En dat is heel erg mooi, want het brood was bijna op. Ik geloof dat we nog één of twee broden in de vriezer hebben liggen. Ik weet het niet helemaal zeker. Voor die twee pakketten was ik €9,98 kwijt. Het zijn twee dezelfde pakketten, dus ik laat je één pakket eventjes zien. We beginnen met een zak witte broodjes. Daarnaast hebben we, dit is een bruin tijgerbrood. Vier hele broden en een zak broodjes, dus dat is echt wel heel erg mooi. Dit is een wit tijgerbrood. Dan hebben wij een boerensterrenbrood. Deze die heb ik wel vaker gehad, dat is echt heel erg lekker brood. En als laatste in dit pakket een volkorenbrood. En zoals ik al zei, in het andere pakket zit eigenlijk precies hetzelfde. Dus ik laat gewoon één pakket aan je zien. Dit ga ik invriezen. Ik ga één brood eruit laten. In ieder geval voor morgen of de broodjes. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Ik moet nog even kijken. Maar ik ga er dus in ieder geval iets uit laten voor morgen. En morgen gaan we weer iets koken. Ik weet nog niet precies wat. Maar het gaat dus of een stampot worden. Of ik ga toch de aardappelschotel maken. En dat was het eigenlijk voor vandaag. Voor nu wil ik jou graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te vermissen.